Ja, je hebt dus gisteravond alles gekeken. Ik viel even toen ik thuis kwam nog in Jinek en daar zat Mark-Marie Huibrechts. Ook wel bekend. Dat heb ik niet gezien. Ja. Nee? Ja. Jij wel? Ik ook. Want dan vraag ik me altijd eraf, waarom zit jij er in je gekke truisje? Nou, omdat heel veel mensen daar een grote fan van zijn, volgens mij. Maar, ik ben er nooit een tegengekomen, maar het kan, hoor. Hij zat daar om te duiden. Hij ging even volgens mij de situatie met Five Live en zo. En hij probeerde even voor de mensen die thuis allemaal niet meer begrepen, ging hij het even duiden. Ik vind het heel goed als je denkt, ja, wat maakt mij, ja, wat maakt mij niet uit? Ja, ik denk dat om één op één dat zo te doen, ja, ik zou dat zelf denk ik niet gedaan, omdat ik het een beetje rode roze rood. Maar in de serie vind ik het. Ik heb het niet gezien, dus ik zie het niet meer. Ja, ik vind. Heb jij als jij het gekeken? Niet erg vindt, ik heb hier nog niet naar gekeken. Had het ook nog niet gezien. Nee, maar wat zegt hij nou eigenlijk? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar hij zat er wel om het duidelijk te maken. Ja, ja. Was wel goed van. Ja, maar hij zit overal. Maar er zijn mensen met een volle verstand die man uitnodigen. Het is wel heel raar allemaal. Ja. Nou. Laat hem nog eens zien. Nog één keer. Hij zegt echt niks. Misschien dat jij het wel snapt. Ja. Goed als je denkt, ja, wat maakt mij, ja, wat maakt mij niet uit? Ja, ik denk dat om één op één dat zo te doen, ja, ik zou dat zelf denk ik niet gedaan, omdat ik het een beetje rode roze rood. Maar in de serie vind ik het. Ik heb het niet gezien. Dus ik zie het nu. Ja, ik vind. Heb jij het niet gekeken? Echt vindt, ik heb hier nog niet naar gekeken. Maar, ja. Nee, maar je hebt tegenwoordig, dan zet ik thuis kom vanavond, dan zet ik zo'n talkshow aan. In de herhaling komt dat allemaal langs. En er zijn er twee redenen om te blijven zitten. Dit Uilskuiken. Piepkuiken, toch? En Angela. Want die zitten er namelijk altijd. Ja. En dan denk ik, wat hebben ze vanavond weer te melden? En Angela is langzamerhand de uitvinder van tv, hè? Ja, maar ik vind het toch altijd lekker als zij er zit. Ja, nee, prima. Er komt altijd iets goeds uit. Nee, prima. Maar met een flair vertel ze hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. Dan denk ik van, ze kan hem alleen aanzetten. Maar diezelfde flair, die heb jij toch eigenlijk ook wel een beetje? Jawel. Ja. Ja, nee, maar ik bedoel, ze heeft het niet van. Nee, maar je moet altijd afreageren op anderen. Oh, ja.